De schriftlezing is uit Psalm 61. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginat. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mijn toevlucht geweest. Een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen, Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn gelofte betalen, dag bij dag. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen stilstaan bij de psalm die u is voorgelezen. Psalm 61. En de woorden van de tekst zijn de eerste vier versen. Psalm 61, de versen 1 tot en met 4, waarvan ik alleen nog het derde vers nu lees. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Tot zover. Wat zou dat toch zijn, een rotssteen die mij te hoog zou zijn? Gemeente, dan gaan we stilstaan vanmorgen bij het gebed van het einde des lands. Dat is ook zo'n uitdrukking. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel nu, dan in de eerste gedachte staan we stil bij de nood waarin de dichter verkeert. In de tweede plaats het gebed dat hij opzendt. En dan in de derde plaats de geborgenheid die hij zoekt, die hij begeert. Er is eigenlijk in één pennestreek, gemeente, de bevindelijke gang van Gods kerk ook meegetekend. Het gebed van het einde des lands, de nood waarin de dichter verkeert. En wat is dan bijzonder die nood? Dat gaat over een afstand van het einde des lands. In de tweede plaats het gebed dat hij daar vandaan opzendt. En daar staan we ook stil bij hoe het dan voor hem is als mijn hart overstelpt is. En dan in de derde plaats de geborgenheid die hij niet kan missen, die hij ook zo zoekt. Maar daarin komt openbaar een onmogelijkheid. Hij spreekt over een rotssteen die hem te hoog zou zijn. Enerzijds allerlei onmogelijkheden dus. Ja, gemeente, de Heere werkt altijd door onmogelijkheden. De Heere werkt altijd door onmogelijkheden op zichzelf aan. De God bij wie alle dingen mogelijk zijn. En nu beginnen we vanmorgen bij het einde des lands. Is er hier iemand die zich misschien daar bevindt, het einde des lands. En
In de tweede plaats, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Waar is dat? Het einde des lands, kun je dat met alles wat we weten over de wereld vandaag, kun je dat nog zeggen? Letterlijk het uiterste des lands. Vroeger toen we in Goudswaard woonden, toen we daar naartoe gingen, toen werd er wel eens gezegd dat na Goudswaard, daar in de Hoekse Waard, dat daar zo'n beetje de wereld ophield. Je zou denken, je wist eigenlijk niet wat er nu nog verder achter de Hoekse Waard daar lag. Het uiterste des lands. Gisteren waren we in de Staart. Dan zeg je ook van, hier loopt het op een gegeven moment dood. Het uiterste des lands. Ja, zo kan het ook zijn. Dat je op een plaats komt. Dat je komt in een tijd in je leven dat het echt ook dood loopt. Met een hart wat overstelpt is. Het uiterste des lands. De psalm geeft niet aan waar dit geweest is. De plaats wordt niet aangeduid. Geschiedkundige aanwijzingen ontbreken. Zelfs de periode van Davids leven wordt niet genoemd. Wel nu, misschien mag u het dan vandaag zelf invullen. Het is in ieder geval een plaats die heel ver weg is. Waar liggen die grenzen? De wereld vandaag zijn er toch geen afstanden meer? En zelfs als er afstanden zijn, vandaag de dag, je kunt tegelijk op hetzelfde moment contact hebben via social media met een land wat heel ver weg is. Hoe moeten we dit toch zien? Geliefde, het gaat hier over een geestelijk gebeuren. Het gaat hier over ver afgelegen streken. We zongen het schier bezweken. En dat betekent hier heel ver bij God vandaan. Heel ver buiten zijn gunst en buiten zijn gemeenschap. Buiten zijn merkbare tegenwoordigheid. We zijn hier vanmorgen met een kerk vol mensen en toch kan het zijn dat je helemaal alleen bent. Misschien is de Mauritshof wel het uiterste des lands. Of Salem, of Nebo, of de Julianakerk hier vanmorgen. De dichter bevindt zich van het einde aan het einde des lands. God is zo oneindig ver weg. En dat hart voelt dat. Dat kun je misschien beter ervaren dan omschrijven. Als het mij aan woorden ontbreekt. Het is een hart dat overstelpt is door droefheid, door zorg, door beproeving, door verdriet. En de tekst, gemeente, is eigenlijk een klacht uit een periode van Davids leven, waarin met alles wat er gebeurt, ik zou het zo kunnen samenvatten, met alles wat er gebeurt in Davids leven lijkt het wel alsof God maar niet tussen beiden wil komen. Wat kan het hart dan overstelpt zijn? In het zwak zijn van mijn hart. Wat kunnen er dan de gedachten zijn
die een mens kunnen benauwen. Zou het ooit wel waar geweest zijn wat de Heer heeft gesproken? Het is zo stil aan het einde des lands. En blijft zo lang stil. Zou ik me niet hebben bedrogen? Wat kunnen er gedachten aan het einde des lands zich meester maken dat het gebed eigenlijk ook geen woorden zozeer meer zijn, maar zuchten. Uitzien, woordeloze gebeden. Het einde des lands. De meeste verklaarders denken hier aan de tijd dat David heeft moeten vluchten voor zijn zoon Absalom. Zijn koningschap staat op het spel. Hij is uit zijn eigen paleis verdreven. En elke stap die David op die weg moet zetten is een stap verder bij Jeruzalem vandaan. Misschien is David maar enkele kilometers verwijderd van Jeruzalem. Maar wanneer men van zijn woning verwijderd is, afgescheiden van de woonplaats van God, dan wordt een geografisch weinig betekenende afstand onmetelijk groot. Daarom zei ik vanmorgen, misschien hier wel in de Julianakerk, omringd door een menigte mensen en toch alleen. Het einde des lands waar mijn ziel dorst naar de Heer. Dat mag David niet ontkennen. En dat is ook een van de kenmerken van genade, geliefden. Dat is een van de kenmerken van genade. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Al is het dan maar een klacht. Al is het dan maar een zucht. Al is het dan maar een schreeuw. En al zijn de spotters die dat durven vragen, waar is God die gij verwacht? Ja, dat ook. Als mijn benauwde ziel versmelt, hoe zij zich voor ogen stelt, hoe het vroeger anders was. Hoe het vroeger anders was. Ik denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan. Is dat nou de gang? Ja. Misschien vraagt u het zich ook wel af. Is dat nou de gang van God met zijn kinderen? Daar moet u wel op rekenen. Want daar is ook een hoger doel. Maar dat ziet u nu niet. Er kunnen zorgen zijn, gemeente. Er kunnen beproevingen zijn. Er kunnen louteringen zijn. Waarin die kerk de weg echt niet meer ziet. En wat kan dat benauwend zijn? Dan is er afstand. Weg van het middelpunt. En waarom zou de Heer in die wegen leiden? Als er geen gemeenschap is tussen de ziel en God. Die afstanden, soms niet alleen te maken met omstandigheden, maar ook met verachtering in de genade bijvoorbeeld. Dat je met weemoed terugziet en terugkijkt hoe het vroeger anders was. Toen haar kost rijkelijk werd verzadigd, de nooddruftigen werden verzadigd met brood. Toen de gebeden zo levendig waren, toen er elke dag wat in de Bijbel stond, waar je kon zeggen, daar sprak de Heer. En nu, het is zo onmetelijk ver weg. En in Davids geval nog zoveel andere dingen. U mag het invullen vanmorgen. U mag het echt. Vul het maar in. Zeg het maar. Lieve jongens en meisjes,
Jonge mensen, zeg het maar tegen de Heer wat het is. Ja, dat gebed. Nee, het is geen gebed meer. Het is geschrei. Het is roepen. Het is overstelpt zijn. Ach, ik weet wel. Ik weet wel. Er is ook een godsdienstgemeente die dit al niet meer herkent. Die zijn daar al lang overheen. Maar ik spreek u aan vanmorgen vanuit Psalm 61. Want is het toch niet waar dat in de psalmen we juist de kerk in het hart kijken? Hier is iemand aan het uiterste van het land. En hij weet nog wel hoe het vroeger was. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Wat is dat helder? Wat is dat een helder gebed? Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Daarin zie je deze dichter toch in zijn hart. Nee, hij kan zich niet vleien met de omstandigheden en de diepten waar hij zich in bevindt. Hij kan het daar ook niet mee doen. Dat zou een slecht teken zijn. Het is echt nood, gemeente. En dan hoeft David het echt niet mooier te maken dan het is. Daarom zei ik zojuist, zeg maar hoe het is. Dat heeft u toch wel eens meer gehoord. Want er is ondertussen wel die geest der genade en der gebeden. Ja, en die geest die leert natuurlijk niet mooi bidden. Echt niet. Probeer maar nooit mooi te bidden. Want dan zou het wel eens een teken kunnen zijn dat er helemaal geen nood is. Mensen die nog mooi kunnen bidden, die kennen geen nood. Echt niet. Maar het wordt anders als die geest gaat meezuchten. Dan wellicht elke zucht voor Gods aangezicht. En ik verzeker u, dan is die zucht reeds gewassen door het bloed van Christus. Elke zucht. Dus ja, is dat niet waar? In al de omstandigheden mogen er soms wel eens van die woordeloze gebeden zijn, die als het ware door de geest worden meegenomen, opgenomen. En die door het plafond heen gaan. Waarvan je mag weten eigenlijk ten diepste door het geloof. Ook al durf je dat geen geloof te noemen. Maar dit ging verder. Dit ging hoger. Hoger. Hoger dan mijn eigen nood. En of dat nou het schreeuwen is of het schrijten van die jonge raven. Die kunnen niet zingen. Die kunnen alleen maar schreeuwen. Maar God hoort de jonge raven als ze roepen, hè? En daar hoef je geen 80 voor te zijn. Maar dat kan zijn kinderlijk. Dat kan zijn als je in de jeugd bent van je leven. Maar ook misschien midden in de branding van de samenleving, gezin. Wat kunnen er een uitersten zijn? In het gezinsleven, in het maatschappelijk, op je werk of waar de Heer je ook een plaats heeft gegeven, maar ook in de eenzaamheid. Als je alleen bent overgebleven, ik moest er zo aan denken vanmorgen. De jaren dat we weg zijn uit Dordrecht, wat zijn er een ledige plaatsen gekomen. Die nood die blijft. God gedenk aan al die ledige plaatsen die zijn overgebleven. En dat blijft maar doorgaan. Misschien is er wel een weduwnaar aan het einde des lands. En nou
David begeert om geleid te worden op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Daar kan hij dus niet komen. Maar als hij daar zou proberen te komen, zou hij in het stijgen nederzijgen. Nou, over een onmogelijkheid gesproken. Het is misschien wat ouderwets taalgebruik, maar dat vind ik juist mooi. In het stijgen nederzijgen. Ook weer zo'n gang. Die de kerk van God niet vreemd is, toch? Dan zou ik in het stijgen nederzijgen. Dichterlijk heel passend. Bevindelijk zeer diep geleerd. Want als er ergens een tekst staat in de Bijbel, gemeente, waarin je kunt lezen dat Gods kind in de geloofsoefening afhankelijk is van God, dan is het wel hier. Leid mij op de rotssteen die mij te hoog zou zijn. Weet u wat dat betekent? Dat ik daar buiten de Heere niet kan komen. Dus niet klauteren en klimmen, maar helemaal niets. Leid mij. Die draaikolk van beproevingen. In die schreeuw naar God. Hoe moet het dan toch? Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Doet me denken, gemeente, jongens en meisjes, aan een voorbeeld wat ik eens las bij een van onze Engelse oudvaders. Een heel pakkend voorbeeld. Ergens aan de noordelijke kust van Engeland, daar bevinden zich die hoge, steile krijtrotsen. Die hoog vanuit de zee oprijzen. Hou dat beeld is vast. Maar ja, die Engelse oudvader die beschrijft daar dat menig schip daar is vergaan. Dat menig zeeman daar voor de kust van Engeland is verdronken. En in stormen. En laten we dat beeld maar goed voor ons houden. Want in Psalm 61 stormt het ook. Je moet eens indenken. Je schip te pletten raken, varen op een rots. Dan ben je aan land en je vergaat. Moet je eens indenken. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Met de rots in het gezicht. Je zou bijna zeggen aan land gekomen en toch verdrinken. Waarom? Ja. Geen geklauter. Voor de kust. Met het land in zicht. Kerk des Heren, is dat niet vaak ook de vrees. Want hoe kon zo'n tot de dood toe afgezwoegde schipbreukeling nu zo'n steile rots beklimmen? Vanuit het water. Onmogelijk. Daar heb u het beeld. Daar heb u het beeld. Je zou haast denken dat David daaraan gedacht heeft. Daarom leidt mij. Als die leiding er niet is, als die leiding er niet komt, dan is het omkomen. Van de Groen, die zegt dat drie dingen er gebeuren als de nood werkelijk hoog wordt. In de eerste plaats, de mens kiest om uit het leven
te stappen. Vlieden, vliet uit het leven. Of hij wordt op God geworpen, dat is nummer 2. Of hij helpt zichzelf. Onthoud het maar. 3 dingen. Als de nood zo hoog klimt. Of uit het leven vlieden. Of op God geworpen. Of je helpt jezelf. Maar 1 ding is zeker. Hier helpt geen zelfredding. Hier worden al de leunsels en steunsels buiten God ontnomen. Dat is de reden. Daarom zoekt de Heere zulke wegen. Waar ik in het stijgen ga nederzijgen. Kent u die gang? Want het is toch Israëls God die krachten geeft. Van wien het volk zijn sterkte heeft. Hij laat omkomen. Met jezelf. Hij gaat het donker maken. Voordat het licht wordt. Hij gaat afbreken. Voordat hij gaat bouwen. Hij gaat ontgronden voordat hij gaat gronden. Hij doet omkomen voordat hij gaat redden. Hij gaat plaatsmaken voordat hij gaat geven. Gemeente, nu las ik nog meer over die rotsen. Want dan ben je er natuurlijk nog niet, hè? Nee. Nu las ik in dat verhaal van die Engelse oudvader nog een voorbeeld. Er was namelijk in een van die kustplaatsjes, daaraan de kust van Engeland, een predikant die zich het lot van al die mensen die daar hun leven verloren, zich zo aantrok. En met een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen, weet u wat die man deed? En gevaar voor zijn eigen leven. Daar daalde die godsgezant van bovenaf van die rotsen af naar het water. En daar beitelde hij van bovenaf helemaal naar beneden tot het water. Trappen in die rots. Van boven naar beneden. Tot het water toe. En halverwege in dat afdalen. Daar vond hij een spelonk. Een inham. Een veilige plaats. Waar hij zoveel zeemannen. Hun onderkomen. Hun redding vonden. Trappen naar beneden, van bovenaf tot het kolkende water. Wat een beeld, leidt mij op een rots die mij te hoog zou zijn. En zo zijn schipbreukelingen die door het gevaar waren afgemat, de dood nabij, in doodsnood, in de golven en in de baren. Ze zijn daar. Bij trappen in die rots gekomen. Leid mij op een rots. Beeld is toch niet zo moeilijk om dan door te trekken. Wat is het nodig, gemeente? Om op te klimmen in diepten. Om af te dalen in hoogten. U zegt... Dat klinkt als de omgekeerde wereld. Diepgang in de strijd. Diepgang in de nood. In de afbraak van jezelf. En in de opbouw in die ander. Trappen in de rots. Opklimmen
In hem die is afgedaald. In het omkomen met jezelf. Gemeente, daarin wordt God verheerlijkt. Dan wordt de gelovende mens niet opgebouwd, maar hij mag gaan rusten waar de rust gevonden wordt. Dan in het sterven aan jezelf mogen die voeten gezet worden en door het geloof gezet worden op die rots die hoger is dan hij. Hoe? Stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Daar worden de gangen vastgemaakt. En leert de kerk te rusten. En mogen ze van kracht tot kracht steeds voortgaan. Dan wordt de afstand overbrugd. Dan wordt de kloof overbrugd. Dan mag het bange gemoed, gemeente, daar rusten. Wonderlijk. Hij die is afgedaald tot in de kolken. Wat een voorbeeld. Want voor Christus, toen hij afdaalde, was er geen schuilplaats. Voor hem was er geen rots om in te wonen. Hij moest zinken, omdat de wateren aan zijn ziel waren gekomen. Hij moest wegzinken in grondeloze diepte waar men niet kan staan. Daar heeft hij zijn kerk gevonden. En daar mag de kerk hem vinden. Daar mogen ze hem zien. Hem omhelzen. Die de schoonste is aller mensenkinderen. Daar mogen ze hem zien zoals genade uitgestort is in zijn lippen. Daar mogen ze hem ontmoeten in de stappen van zijn vernedering. Hij vermoeid van zijn roepen, zijn keel ontstoken, zijn ogen bezweken toen hij was hopende op zijn God. Ziet u, ach gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, u moet op hem zien. Ja, ik weet het, die mij te hoog zou zijn, maar nu is hij afgedaald. En is geworden een rots om in te wonen. Ja, gemeente, en die rots is er nog steeds. Die mogen we u zo hartelijk verkondigen vanmorgen. Die plaats in een wereld vol uitersten. In omstandigheden vol uitersten. Misschien ziet u het helemaal niet meer zitten. En misschien kunt u het leven niet meer aan. Misschien zijn er omstandigheden waarvan u zegt, het is met geen pen te beschrijven. Die rotssteen om in te wonen, leidt mij, ja, om geduriglijk daarin te gaan. Gemeente, leidt mij. Die zaligmaker, die rotssteen, die Christus, is ons tot geen nut. Zo de Heilige Geest zelf niet leidt. En in dat woord leiding, daar vindt u ook de weg waarlangs. Hoe dat gaat. Wat de Heere dan doet, kan niet gemist worden. Er zijn zoveel mensen die lijden de Heere. En het lijkt wel
alsof de Heer altijd maar meekomt. Altijd maar meekomt. En als het niet lukt, nog een keer. En nog een keer. Nee. Zo niet. Want gemeente, als ik leid, dan groei ik. En dan kan ik zelfs nog denken dat ik anderen kan helpen. Maar als God leidt, als Hij het roer van dat schip overneemt, waaraan kun je dat zien? Dan laat Hij alles in u en in jou vastlopen. Helemaal. Zo vastlopen dat je moet zeggen, leid mij. Daar heeft de Heer zijn wegen voor. We lezen van de discipelen dat Hij ze dwong om in het schip te gaan. Nou, dan hoefden ze niet te vragen of de Heer meeging en of de Heer volging en of de Heer leidde. Dat hoefden ze niet te vragen, want Hij dwong ze in het schip te gaan. En vervolgens lezen we dat dan de winden tegen zijn. Dat is de gang, dat is de weg. Ik stip het maar aan. Dan laat de Heer het allemaal vastlopen. Dan zijn de winden tegen. We lezen ervan in de aartsvaders, het leven, David, Jacob, Abraham. Laat de Heer het allemaal vastlopen met zijn belofte. Er wordt van alles geprobeerd. Op een gegeven moment dan gaat David naar de Filistijnen. Abraham neemt Hagar. En Jacob weet het helemaal niet meer. Want daar geeft God de jas van Jozef terug. Als je dan door het woord mag worden ingewonnen, overwonnen, om met die belofte aan de zijde Gods te vallen. Met lot en weg. Met omkomen in jezelf. Roer uit handen. En dan voor zijn leiding te komen liggen. Daar hou je niets over van jezelf. En er is een opvallend vervolg, gemeente, in Psalm 61. Want we lezen in vers 4, want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Nou gaan we het beeld van Psalm 61 nog even ietsje verder volgen. Want daar ligt een verborgen lijn. Er is niet alleen de leiding, gemeente, tot Christus, maar er is ook de leiding in Christus. En de lijn die David hier als dichter volgt, door de Heilige Geest geïnspireerd. En dat is zo, zo schoon en zo diep. Allereerst lezen we over die rots om op te staan. Maar dan zie je dat David poëtisch gezien eigenlijk gaat afdalen. Want dan lezen we in vers 4 over een sterke toren om in te schuilen. Dus een rots, stel je dat maar voor, zo groot als dat je het kan indenken. Maar als het nu gaat over een toren, ja, dan is dat toch kleiner. Maar dan spreekt hij over het schuilen.
Maar dan in vers 5 over een hut en een tent om in te wonen. Om in te verkeren in eeuwigheden. Dat is een neerwaartse lijn. Poëtisch gezien. Maar een opwaartse lijn als het gaat over wat hij leert. Wat hij daar confest. Ik kan even niet op het woord beleid. Dat is het woord. Wat hij daar beleidt. Op die rots mag hij staan. In die toren mag hij schuilen. Maar in de tent verkeren in eeuwigheden. Niet in de rots, maar in de tent. Als we denken aan een tent. Wat is dat? Wat is dat? Een vergelijking met een rots. Rots, toren, tent. Ja, in die tent. Waar zou David op doelen? Waar zou hij dan aan denken? Denkt hij aan de tabernakel. Een tent. En in die tent, daar wees nu alles, gemeente, op Christus. En wel in het bijzonder draaide daar alles om verzoening. Om het bloed. Tabernakeldienst. De tempeldienst. Waar ligt nu de kracht van een zinkend volk? Waar ligt nu de hoop van een overstelpt hart? Die vanuit zichzelf niet bij die rots kan komen. Waar ligt de kern van de zaak? Waar is de dichter nu het veiligst? Poëtisch gezien daalt hij af in de diepten. Maar vanuit het geloof bezien leert hij daar zich vastklemmen. Achter het bloed van Sion's betalende borg. Het is wel bijzonder dat toen Jona op de bodem van de zee lag in die vis. Dat hij daar zegt, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid aanschouwen. Ik moest over nadenken. Ging het hem er niet om dat hij maar weer zo gauw mogelijk droog zou worden. Maar het ging hem om waar hij God in Christus, in die volheid die er is in hem, mocht aanschouwen. Waar is de dichter nu het veiligst? In de trappen van de vernedering van Sion's betalende borg. Dan is het niet op Davids verdiensten. Maar op Christus verdiensten, waar hij in eeuwigheden mag verkeren. Zonder dat bloed is er geen hoop. Zonder dat bloed kan de dichter niet wonen. Zonder dat bloed kan hij niet bestaan. En daar wil hij wonen. Dat heeft God begeerd tot zijn woonplaats. Daar zal hij haar kost rijkelijk zegenen. Daar zal hij haar nooddruftigen met brood verzadigen. En dan is er nog één detail van die Engelse schrijver. Want hij schrijft aan het einde van dit waar gebeurd verhaal. Hij schrijft dat na verloop van tijd, door de wind, door de storm en door erosie en alles wat daar was. Het waren immers krijtrotsen. Daar werden die trappen door weer en wind en de tand des tijds, die werden als het ware weer weggesleten. Ja, u kunt zich dat voorstellen. Maar ik zal u vertellen, daar houdt ook het beeld op. Daar houdt het beeld van vanmorgen op.
Want wat er door Christus is gelegd en wat er in hem is beleefd, dat houdt eeuwig stand. Gemeente, mag u daar door Gods genade iets van weten. Die trappen, die worden niet door de tand des tijds uitgehold. Dat blijft zo. Weet u waarom? Omdat voor elke trap is betaald. Voor elke stap. En dat is een verse en een levende weg. En nog is de plaats. De Heer heeft niet gezegd tot het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Hij heeft het niet gezegd. Hij zegt het ook vanmorgen. Ziet, er is een plaats bij mij. Daar gij u op een rotssteen, daar zal ik u op een rotssteen stellen. O gemeente, in een ondergaande wereld. De stormen die het leven kunnen benauwen. De golven die kunnen overstromen. De wegen ook die de Heer met zijn kerk houdt. U zullen als op Mozes bij. Geen golven overstromen, mag u daar iets van weten? Dan mag u ook weten dat soms de omstandigheden niet veranderen. Maar het anker der ziel mag daar rusten. Wat een verborgenheid. In uw tent verkeren in eeuwigheden. Daar te wonen, daar te rusten. Veilig achter het bloed. Veilig achter de middelaarsgang. En daar wil hij zondaren hebben. En daar zal hij ze brengen. Daar zal hij ze brengen. En dat volk leert zijn voetstappen drukken. De weg die hij gegaan is. En in die weg ligt ook de vastigheid. En die stappen op die weg, die vervagen niet, die blijven hetzelfde. De gemeente, achter hem is plaats. Achter hem. Achter hem is het veilig. Achter hem daar is geborgenheid. En daar leert je kerk hem achteraan komen. Mocht u die weg al betreden door het geloof. Wees dan niet al te bezorgd als de weg gaat door diepten. Wees dan niet al te bezorgd als het gaat door onmogelijkheden. Daarin oefent hij het geloof van hem. Van hen die op hem mochten leren vertrouwen. Daarin verheerlijkt hij zichzelf. Daarin brengt hij hen. Aan land. Wat zal dat zijn, kerk des Heren, als straks het eindbestemming bereikt mag worden, dan zullen ze hem loven, zullen ze hem danken voor al die wegen die hier door de golven, door de wind, door de moeilijkheden, door wegen zijn gegaan die ze niet hebben begrepen. Maar dan zullen ze hem. Zul jij en zult u dat ook doen. Hem eeuwig loven, omdat hij het heeft gedaan. Amen.